Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Ik heb me even snel klaargemaakt. En ik ga straks weer lekker op pad met Nessie. Wat leuk zeg. Ik heb trouwens weer het jurkje aan van Chicwell. Want die zit gewoon super fijn. Ik heb er sandaaltjes onder, want het wordt vandaag 22 graden. Jongens, wij zijn weer lekker bij de tank. En we hebben koffie gehaald. We gaan vandaag lekker op pad samen. Gezellig, hè, Nes? Leuk hoor. En ze is mijn navigatie aan het instellen. Echt zo'n lekker muziek. Maar je wilt er natuurlijk helemaal niet naar luisteren. Omdat R. Kelly gewoon een fucking viesbuk is. Hi Nesje! Weet je nog toen we hier woonden? Ja, we zijn nu bij een garage in Krooswijk. En het was ons eerste plekje waar we een maandje hebben gewoond. Het was letterlijk een studentenkamertje. En het is hier, waar ik laat jullie even zien. Kijk, wij woonden gewoon hier. Dat is schattig. Ik moet zeggen, sommige muziek hoort gewoon bij je jeugd of zo. En R. Kelly was daar één van. Maar ja, je kan natuurlijk niet goedkeuren wat hij heeft gedaan. Het kan gewoon niet. Maar... ja, aan de andere kant, hij heeft gewoon fucking goed muziek. Maar je wilt er gewoon niet naar luisteren meer. En dat heb ik nu ook. Ik kom opeens R. Kelly op de radio met I Wish. En dat is gewoon één van zijn beste nummers gewoon. En dan wil je er gewoon naar luisteren. En denk ik van nee, nee, fuck jou, skip. De mensen die echt zeg maar opgegroeid zijn met R. Kelly muziek. Luisteren jullie daar nog naar? Of denken jullie van nee, never? Ik ben benieuwd namelijk. Want ik hoor er echt verschillende meningen over. Hè? Het is echt niet zo dat iedereen opeens stopt met het luisteren naar R. Kelly. 30C. Hier woonden wij vroeger. Maar dan wel boven hoor. Niet hier beneden. Maar dit was ons eerste huisje. Ik wil even aanbellen. Kunnen we binnen gaan kijken? Ik ben wel benieuwd hoe het eruit ziet nu. Jij? Wat ik wou zeggen, ik hoorde dus net dat dit allemaal binnenkort wordt afgebroken. Dus we gaan het hier nog meer zien. Dus ik ga samen zo met Nes even een fotootje maken voor dit pandje. Daar hebben we altijd een herinnering van ons eerste huisje. The way you make me feel. We zijn inmiddels aangekomen bij Zuidplein. En we moeten even iets ophalen hier voor een campagne van Nessie. Maar we moeten eerst nog ontbijten. Ze hebben nog steeds niks gegeten. Eerst ontbijten hoor. Wat dan? Ja, eerst eten en dan de shit ophalen. Dat zei ik toch? Oh, dus hij zei eerst ophalen en dan ontbijten. Nee, zei eerst ontbijten. Oké. Okay. Bemoeien al! Altijd bemoeien! We zijn nu bij een knechtje en ik heb guslemmen besteld en Nessie heeft een truksontbijt besteld. Dus ik heb een heel speciale guslemmen besteld. Dat is de pittigste. Oh, dat is jou. Pittigste guslemmen van de zaak. Ik ben erg benieuwd. Er is jalapeno's in, chili vlokken, noem maar op. Alles zit hierin. Ik ben benieuwd of ik doodga. Nessie heeft een Turks ontbijt. Ziet er goed uit. En guslemmen met spinazie. Eet smakelijk, dikke zak. Heftig niveau. Oh, deze guslemmen is zo lekker, maar zo pittig. Ik ga dood, maar hij is echt lekker. We zijn net thuis gekomen, dus hebben we gelijk een bed in gegaan, want we zijn helemaal gesloopt. We gaan gewoon even een dutje doen. Je wordt echt moe van het weer. Het eten heeft me eigenlijk ook helemaal niet goed gedaan. Te veel koolhydraten in één keer. Ik stort echt neer gewoon. Ik wil heel slapen, maar Lira wil heel graag je hand schoonlikken. We zijn nu een soort van helemaal wakker en we kijken naar buiten. Het is dikke tornado buiten, niet normaal. Mensen pakken gewoon alle dingen van hun balkon af nu. Zo kijk die man. Ja, anders waaien ze gewoon weg, hè. Hebben wij een keer gehad trouwens. Al onze kussens zijn al gewoon naar beneden vlogen. Sorry, door de wind. Zo, is wel echt heftig, man. Kijk, die mensen zijn aan het rennen, ze. Ik heb net mijn vlog lopen editen. Mijn man is inmiddels een uur aan de telefoon met QC. Gay zijn jullie. Het komt in mijn vlog. Dat jullie gay zijn en de hele tijd aan het bellen zijn. Maar jullie vriendinnen bellen ook altijd met elkaar. Ja, maar jullie zijn toch ook vriendinnetjes van elkaar? Ja, zo is wel. Jullie zijn niet zo. Maar naar welke film gaan jullie? Wij gaan naar How to... hoe heet die film nou? Het is een thriller. How to... verdien money like you see. Wat op man, wat op man. Q, waarom komen jullie mee met Steffi? Naar de bios. Naar de bios, ik heb ook mee. Ah. Ik heb hier een fles in voor je. Ik
heb dus lopen editen en ik ben nu aan het uploaden. Echt een heel vage dag, want we hebben heel veel lopen slapen en we hebben heel veel in bed gelegen. Echt, we zijn allebei helemaal kapot en we hebben allebei een beetje last van ons buik. Ik weet niet wat we precies hebben gegeten, dat niet helemaal goed is gegaan. Maar dus dat. En we gaan even kijken of we vandaag even naar de bios gaan. Het is echt zo'n weer. Het heeft geregen, dikke storm, alles. Het is nu weer een beetje rustig, maar niet meer zo lekker weer als eerst. Echt zo'n bios weer, vind ik. Dus we gaan zo even kijken. Maar eerst even mijn video afronden. Omdat we trouwens zo laat wakker zijn en in bed hebben gelegen, hebben we eigenlijk ook nog niet gegeten. De laatste keer dat we hebben gegeten is bij Egg Mac Channel. Dat was echt letterlijk 1 uur of zo. Dus nu 7:30. 8 uur moet mijn vlog online zijn. En we hebben nog niet gegeten. En Appie sluit ook om 8 uur. Dus we moeten even kijken wat we gaan doen. Ik ben niet echt van plan om buiten te gaan eten. Want daar heb ik echt even geen zin meer in. En ik wil ook weer wat gezonder eten. Want ik eet gewoon. Ik merk gewoon met te veel koolhydraten en suikers dat ik gewoon een dip krijg. En dat is ook de reden volgens mij waarom wij in bed lagen vandaag. Ik ga helemaal stuk. Chilling! Dinari, wat is dit nou? En naar wie sta jij? Eens kijk, Dinari staren. Hey! Dinar! Eens kijk naar mij, ik zweer. Fuck, ik zo eng mee. Ja. Hey! God, ik schrok me dood. Dinari heeft deze gewoon net aangeraan. En kwam kapot. Ik schrok zich dood. Oh, nee. Schrok zich dood. Ze heeft ook gewoon aangedaan. Ze zit ook beweegd. Eng, hè? Wat was dat nou? Wat gebeurt er hier allemaal? Doei! Ik heb net een slaatje gemaakt bij het avondeten. En we gaan gewoon broodjes eten. Die waren overgebleven bij Egg Mac'tje. Samen met deze salade. Nou, dat is een beetje ons avondeten, zeg maar. Een beetje lekker snacken, want we gaan straks naar de bios. Kunnen we nog een snackje nemen daar. We gaan voor de verandering weer eens in de keuken zitten. Of niet, Nessie? Ja. Jalla, jalla, jalla. Kom eten. Wat zei je net? Hm? Herhaal het maar. Wat zei je net? Ik zei, is toch raar dat je mij zoveel hoofdpijn geeft, dat ik toch niet zonder jou kan. Dat is wel gek. Soms irriteert me zo erg aan jou, hè? Zo erg. Echt, ik wil mijn hoofd gewoon tegen de muur doen. Maak het hard. Ik wil niet meer. Maar dan, hangt toch, maar dan zie je mij en dan denk je. Ja, dan denk ik, oh, die kan het hard. Dat is Mirjamma. Mirjamma. Oh, dat heb ik beloofd. Was in de lift met onze vuilniszakken. Goed zo, Nes. Goed gedaan. Regent buiten keihard. Dat wisten we niet. En wij gaan straks lekker naar de bios. Maar eerst even dit buiten zetten. Wij zitten inmiddels in de auto. We zijn eigenlijk een beetje wakker. We hebben Honey net opgehaald. En wij zijn nu inmiddels in Delft. Probeer de navigatie uit te zetten met die stem. Mercedes! Navigatie uit! Wat wilt u doen? Navigatie uit! De routebegeleiding wordt geannuleerd. Oh! Oh? Wij zijn in Delft en wij gaan naar Pathé. Hallo Mercedes! Zeg het maar alstublieft. Mijn vrouw uit. Wat zegt u? Mijn vrouw uit. Rot op, kijk hem weg, rot op. Wij gaan naar de bios toe en wij gaan lekker naar een trailer. Holly vindt trailer is niet leuk, maar we hebben haar gewoon meegenomen. Yay! En we zijn te laat, want ik heb gereden. En toen was Nessie met helemaal zat. En toen is hij zelf gaan rijden. Mercedes, vrouw uit. We zijn net thuis van een bios. We hebben echt de meest lelijke film ever gekeken. We zijn naar de film Us gegaan. En het is van dezelfde makers als Get Out. En dat is de reden waarom ik naartoe ben gegaan. Want dat was echt de beste film ever die ik ooit heb gezien in de bios. Maar deze film was gewoon bizar slecht. En al verdrijf ik niet, hij was echt slecht. De eerste half uur dacht ik van wow. Verhaallijn is wel echt interessant. En daarna sloeg het helemaal nergens meer op. En de film duurde 2 uur. Nee. Stomme film. Overhyped en niks aan. Echt een rare einde ook. Die kon ik ook niet accepteren. Ik vond het niet zo leuk. Welke cijfer geef je voor de film? Dat mag Alira zeggen. 5.
Ik geef ook een magere 5 hoor. Ik vond hem heel slecht. Heel slecht. Ik vind het altijd zo raar van... Altijd als je naar een film gaat en je vindt hem heel goed. En dan komt er een nieuwe film uit en zegt van... Ah, de makers van bla bla bla. En dan ga je dus naar die andere film van de makers. En dan is hij gewoon echt altijd slecht. Dus dat wil helemaal niks zeggen. Dinari. Dinari. Ik ga... slapen. Ik ga even snel mijn pyjama aandoen. Nou ja, mijn pyjama aandoen. Ik heb gewoon niet mijn pyjama onder. En dan gaan we naar bed. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vinden. We hebben echt de helft van de dag geslapen. Maar goed. En ik zie jullie dan weer morgen. Doeg. Zeg maar dat je van me houdt. Nee, dat ga ik niet zeggen. Zeg dat je van me houdt. Zeg dat je van me houdt. Oh, nee, Nestle, ik heb er geen zin in. Zeg dat je van me houdt. Nee, waarom zeg jij nu dat jij van mij houdt? Ik hou veel, maar zeg jij het nu even. Nee. Voor de camera ga jij... Op je... Zeg dat je van me houdt. Nee, dat vind ik niet leuk. Hou op. Zeg dat je van me houdt. Ik vind jou niet lief vandaag, want je behandelt me niet goed. Geloof je dat? Oké, nou jongens, dit was echt een leuke vlog weer. En tot de volgende keer bij de live of Nesmiers. En Nesmiers. De Ahmedis. En dag.